De Sint is weer terug in Spanje en de echte kerstfanaten hebben hun huis alweer versierd. Het is dus weer tijd voor een kerstboom. Maar welke moet u dan kiezen? Een grote, een kleine, een echte of een kunstkerstboom? Ik ga het voor u uitzoeken. Welke kerstboom is nou eigenlijk het beste? Ja, het beste is eigenlijk Noordman. Die blijft het langste staan en die valt het minste uit. Welke blijft het langste goed? Ja, dat is eigenlijk ook weer die Noordman. Die blijft eigenlijk het langste staan, zoals ik al zei, omdat die naalden ook weer het langste eraan blijven zitten. En ja, dat is gewoon goede kwaliteit. Zou je een echte of een kunstkerstboom aanraden? Ja, dat is eigenlijk heel erg persoonlijk. Een echte boom die ruikt natuurlijk veel meer, is misschien iets wat meer sfeer. En een neppe kerstboom, een kunstkerstboom, die gaat gewoon wel langer mee, maar dat is maar net wat je wilt. Nou, dit is dus de Noordman. Die valt dus minder snel uit. Hij heeft zachtere naalden en zoals jullie wel zien is die ook wat breder aan de onderkant. Dit is de Fijnspar. Die prikt wat meer als een Noordman. Hij geurt wel meer en hij is wat smaller aan de onderkant. Nou, tip 1 is zet hem niet te dicht bij de verwarming, anders valt hij gewoon sneller uit. Dus zet hem het liefst wat meer midden in de woonkamer of een beetje aan de zijkant zeg maar, van de wand. Tip 2 is zet hem in een goede voet, zodat hij extra stabiel blijft staan en dat hij niet om kan vallen. Tip 3 is laat hem eventjes uit het netje staan, even een paar dagen, zodat hij goed uit kan hangen en dat hij het mooiste uitziet.